In Albanië zoeken zendingswerkers ingangen om mensen te bereiken met Gods woord. Daarvoor zijn kinderen en jongeren erg belangrijk. Willemien van Schothorst vertelt hoe ze in haar werk ingangen zoekt bij de leefwereld van jongeren. In Delphine wordt al 25 jaar onder kinderen en jongeren gewerkt. In Tepelene ruim 10 jaar. We kunnen wel zeggen dat al bijna anderhalve generatie opgroeit met toegang tot het woord. En elke keer weer zoeken we ingangen om deze kinderen en jongeren te bereiken. De meeste kinderen zijn als kind ontvankelijk en komen makkelijk mee met een vriendje of vriendinnetje. En ze hebben vaak helemaal nog geen last van ingeslepen ideeën over het wel of niet bestaan van God. We proberen ook aan te sluiten bij hun leefwereld. En we zoeken naar activiteiten die de kinderen en de jongeren leuk vinden. Kijk, de inhoud van evangelisatie blijft altijd hetzelfde. Het woord staat centraal. Maar natuurlijk zijn liefde, aandacht en tijd daarin ook heel belangrijk. En het opbouwen van een relatie, dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Dat kan zijn door een koffiemomentje, samen knutselen, een partijtje voetbal of ook bijvoorbeeld gitaar spelen. Zo blijven we elke keer opnieuw zoeken naar de beste ingang om kinderen en jongeren aan ons, maar nog meer aan het woord, te verbinden. Als ik door het stadje Delphine loop, zijn er heel wat kinderen en jongeren en jongvolwassenen die mij groeten. Ze zijn korter of langer betrokken geweest bij de kerk en bij Gods woord. En dan denk ik wel eens, wat is nou het resultaat van al ons werk? Wat is de vrucht? Is er vrucht? Ik denk bijvoorbeeld aan Ervise en Mirella. Ze kwamen een tijdje, ze genoten van de gezelligheid, luisterden naar de bijbellessen, leerden bijbelteksten en ze waren enthousiast bij de spelletjes. Maar ze zijn weer afgezworven, de wereld trok. Ik denk ook aan Moza. Eigenlijk lukte het ons niet om haar aan ons te binden. Ze kwam wel eens, zeker als er wat uitgedeeld werd, maar ze zwarf weer af. Zijn deze zaadjes, gestrooide zaadjes, door de wereld overwoekerd? Of zullen ze misschien later toch nog ontkiemen? Ik denk nog aan twee andere kinderen, Martini en Mandy. We hadden echt hoop voor ze. Ze zogen het woord in. En hoeveel bijbellessen en bijbelversen hebben ze wel niet geleerd? We hebben gebeden of ze leiders en pilaren van de kerk zouden mogen worden. Maar op het voortgezet onderwijs konden ze de druk van de vrienden niet aan. De christelijke liederen maakten plaats voor popsterren als Noisy. En als ik ze nu op straat tegenkom, dan groeten ze een beetje beschaamd. Wat zou er in hen omgaan? Ik weet het niet. Voor nu lijken ze onbereikbaar. Maar zou het woord van God dan toch niet doorgaan? Gelukkig wel, dat heeft God zelf beloofd. In Jesaja 55, vers 11 lezen we dat de belofte dat het woord van God nooit verloren gaat. Hij doet ermee wat goed is. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen, zo zegt hij, waartoe ik het zend. Ja, en dat zien we ook. Ik denk bijvoorbeeld aan Thea, Xenia, Ellie, Felix en met hen ook vele anderen. Ze kwamen op de club, misschien in het begin alleen maar voor die gezelligheid of voor de aandacht. Maar de Heere gebruikte het, de Heilige Geest heeft de gezaaide zaadjes tot ontkieming laten komen. En ieder op zijn eigen manier leerde de vergeving van zonden door de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen. Ze hebben hun geloof beleden in de gemeente, vaak nog op heel jonge leeftijd, 17, 18 jaar. En op hun beurt werden zij ook weer een schakeltje, als leidinggevende in het kinderwerk. En vanuit die hartelijke bewogenheid geven ze Gods woord door aan de kinderen en de jongeren uit de wijk. Jezus Christus voor mij.
Terug naar het begin. Wij als leidinggevende zoeken naar ingangen om de jongeren en kinderen te bereiken. En die krijgen we. We zien niet direct wat het woord doet in hun harten. Maar de Heilige Geest werkt. Gods woord gaat voort. En jongeren nemen de fakkel van het evangelie over en zaaien ook weer verder. De een in Delfin, de ander in Tirana, Durres en weer een ander in Tepelenen.